Ja, dames en heren, welkom bij een nieuwe Benny. Koekoek! De 17e aflevering heb ik net vernomen. En we hebben vandaag twee gasten. Eentje rechts van mij. Wie ben jij? Eindhoven. Ben jij Eindhoven? Dus jij staat voor een man of 40.000 of zo. En ik zie je heel een beetje blij voor Teunig te geven zien. Ja. Heel lang geleden. En ik heb heel veel werk. Ja, ik heb vakantie, dat klopt. En dan ben ik tegen blij dat ik toen weer gekomen. Ik zeg toen ik ook voor PVV fan. En ook dat ik aan de andere kant zit, dat ik meneer Peter, dat ik in de vader wordt. Dus dat ik in de alle beste vrienden voor alle fans, dat ik is voor Erik. Inderdaad. Iedereen mooi is wel. We hebben vandaag een nieuwe podcast host, heeft Jure gemerkt. Steve is vandaag onze nieuwe host. Dus die lult alles aan elkaar en wij doen dus even een beetje mee. We hebben vandaag de rol omgedraaid. Ja. Voor de beeldvorming. Ik zit met een microfoon in. Oh, die wordt zo'n uitzending. Ik zit met de microfoon in, maar dan kan ik gewoon lekker achterover relaxed zitten. En dat vond ik nou eigenlijk best wel relaxed. En de rest stond eigenlijk allemaal op de tafel best wel goed, prima neergezet. Oh, en nou ziet Steven Wicks daar en die denkt, ik ga ook zo zitten. Ja. Ja, ja. Ja, dat is een goede uitleg. Dus Steven is erbij. Zeg nog een keer hoi. Hoi. Hoi, helemaal goed. En Erik is terug. Ja, het slechtste moment ever natuurlijk, hè, als Ajax. Maar juist daarom aansluiten, jongens. We blijven fan, we blijven... Die successen die komen vanzelf. Op de slechte dagen komen worden de beste mensen gemaakt. Precies. Dat is een mooie uitspraak, Teun. Dus, 18. Ik ben erbij hier vandaag. Opslaan, inderdaad. Helemaal goed. Ben je ermee eens, Steve? Ja, hoor. Gaan we beginnen? Jo. Nog een keer het intro doen dan? Ja. Doe jij hem? Ja, maar. Moet ik hem doen? Welkom bij Benny. Koekoek. Nou, hoef ik niet eens het fragmentje te gaan starten. Die was goed deze. Nee, die was een goed. Goeie stage. Ja, misschien... ja, we hebben dus een uur op geoefend. Ja. Was allemaal beter, zeg maar. Lekker, ja. Man. Goed gedaan. Dus dat. Nou ja, laten we gewoon beginnen. Wie staat er onderaan, Steve? Helemaal. Onderaan. Helemaal onderaan zit die nummer 18... Ajax. Ajax, hè. Is dat de laatste. En die wil PSV nummer 1. En PSV nummer 1, zeker. AZ en nummer 2. Ja, nummer 2. Op hoeveel punten? En die wie op 3 is. 3? Ja. Feyenoord. Twente en Feyenoord. Oké, dus die doen het stokje overgeven. Ja. Is dat Twente op 6 dan? Ja. Oké. Okay. Dat was maar even... Feyenoord op 7 of 8? 7. Feyenoord 7, ja, dat wist ik wel. Hij zit op 5, maar die moet dan nog die wedstrijd inhouden. Ja, maar die gaan ze niet meer winnen, denk ik. 1-2 nee, NEC, en hoeveel was de minuut? Was ja, blessure tijd, nog 5 minuten. Al. Ik snap sowieso niet dat die wedstrijd niet gewoon... Afgedaan hebben of zo. Van, ja, 5 klaar. Minuten nog. Maar goed, RKC, ja, nee, moet ook nog 5 minuten. Was 2, was 3 minuten extra tijd en in de 91ste minuut was hij plat. Oké. Heel onderbiedig gezegd trouwens, maar toen viel hij op de grond. Ja, Ajax laatste. Wat vind jij ervan, Steve? Laten we daarmee beginnen. Amsterdam? Ja. Ja, Amsterdam moet je natuurlijk heel goed hoe je gespeeld hebt. En nu heb ik helemaal een beetje laag gespeeld. Nou, is dat ze laag gespeeld, hè? Daarom ben je in de directeur voor Ajax zit hier Bleten. Dit is ook weg. Helemaal. En later komt de coach voor Ajax. Ja. Nieuwe coach, ja, zeker. Die heet heel goed. Goed best naam. Hoe heet hij? En nou is het ook heel lekker. Ja, dat hopen we. John van het Schip komt, hè. Ja. Hebben jullie dat gehoord trouwens? Hij heeft ook gesolliciteerd bij de gemeente, hè? Functie handhaving. Ja. Handhaving. Wat heb ik gemist? Maar het is eigenlijk een erger, hè, want Ajax staat dan 18e, maar heb je de tussenstand van... Oh, wacht, ik zal nu grap pas. Ja. Ben jouw vriendin nog niet eens? Nee, hij staat 18e. Oh, en dan ik ook wacht, handhaving. Oké, okay, check. Ik had ook als een foto van een vakkenvuller doorgekregen. Nou heb je al die letters op de chocomel pakken, die heb je vast wel gezien. Degradatiezone en daaronder schoonmaakflessen Ajax. Ja.
Die heb ik wel inderdaad. Die degradatie streep of zo wel. Die kreeg ik doorgestuurd van een van de verwanten van hier. Je kunt uren volmaken van die filmpjes nu, hè? Heerlijk. Op Instagram en TikTok. En, het is iets wat nog nooit, wat er nooit gebeurd is. Maar in de keukenkampioen staat jong Ajax ook laatste. Maar zal ik het je nog mooier vertellen? Ajax Cape Town staat ook laatste. Serieus, Ajax Amateurs staat één na laatste. En volgens mij staat er ergens nog een Ajax-team ook nog laatste, zeg maar. De Ajax Amateurs misschien of zo. Nee, die staat één na laatste, de Ajax Amateurs. En dan Ajax zelf staat laatste. En dan jong Ajax staat ook laatste. Ja, dat is echt bizar. Alleen ja, goed, je moet wel even relativeren. Je hebt wel gewoon twee wedstrijden minder. Ja, joh. Jawel. Echt, dus nog wel jawel. En wat ik van de week ook al, want we hebben natuurlijk beste luisteraars. Ook tussen de koekoeks door hebben Peter en ik af en toe nog wel eens een beetje contact op de app en zo. En ik had ook, ik wil het niet allemaal makkelijk maken, zo, maar ze hebben wel, eigenlijk ze wel een zwaar programma gehad. Qua traditionele tegenstanders. Utrecht uit, alles, Twente alle, uit. Alle en Ajax, PSV, Feyenoord, AZ hebben we allemaal al gehad. Ja, ja. En het enige in dat rijtje wat PSV dan gehad heeft, als wat lastig zou kunnen zijn, is dan Ajax. Ja goed, ik denk dat we niet heel onherbiedig gezegd, maar Sparta mag inmiddels ook wel onder. Ja, ik denk, die doen het ook wel. Waar we vorig jaar dachten dat Sparta een one day fly zou zijn met Stijn, hebben die Dea met die assistentcoach die dan nu coach geworden. Ik weet niet eens hoe die heet of voor excuus. Heb je nog best wel een prima team. Alleen die missen nu gewoon die... Niet centen. Missen die centen? Wie? De centen voor de territeur. Voor Ajax. Ja. Nou, die heeft alle centen verknald. Die zijn allemaal weg. Ja, 115 miljoen. Weg. Zesde seizoen. Dus, ja. En nou dan de PvdA. Heel goede spelers erbij. Ja, zeker. Ja, ik, dan zullen we gewoon meteen de wedstrijd ingaan. Het is gewoon zonder dat je de eerste helft... Meteen voetbal inhoudelijk beginnen. Eerste helft... 0-0. Ja, begon je met 0-0. Meestal zo. Dat is meestal. Ja. Het zou wel mooi zijn als je gewoon een keer met een 5-5 begint of zo. Ik zou wel een wedstrijd. Sowieso een random FIFA-potje. Dat je begint op 8-0 achter. Ja, om het een beetje moeilijk te maken. Ja. Want je zit al in de klas en je vindt het wel. Ja. Je toto zet en dan min 3 en dan ben jij al 4 keer scoren om te winnen. Ja. Maar je begint inderdaad 0-0. En dan, jullie krijgen dan al van die onvoorstelbare kansen. Dat je denkt, hoe dan? Ja, maar hij speelt goed, man. Ja, maar dat is wat iedereen zegt. Als Bobby die al die goals gewoon maakt, dan gaan wij er gewoon met 10-0 vanaf, hoor. Nou ja, niet 10-0, maar dan had het wel 1-3. Misschien zelfs 1-4 kunnen staan, maar de rust... Had je een andere tweede helft. Maar je zag een aantal patronen, zeg maar, ook in het aanvalspel, zeg maar. Waar dat dus best wel makkelijk achter die verdediging van PSV kwamen. Twee namen. Ja, Vos en Maduro. Ik snap oprecht niet waarom ze niet tegen Schip gezegd hebben... Luister, je mag dit doen, maar je mag geen assistent meer nemen... want we hebben Schip en we hebben Vos. Of we hebben Vos Maduro. Dus we zien geen meerwaarde in het feit dat jij een extra assistent meeneemt. Ja, dat zie je toch wel vaker dat zo'n hoofdtrainer... toch altijd wel in ieder geval één iemand... erbij wil hebben, ja, zeg dat maar. Zie je vaak gebeuren. Maar ja, goed, of dat verstandig is, ja 19 kan niet. Het plan was in ieder geval vakken. Was wel echt die kalkop. Ja, die kalkop. Ja. En eentje voor de beide bos. Ja. Die ook een kale. Ook een kale kop. De succesformule lijkt inderdaad een kaal hoofd te zijn. Ja. Alleen dan Schip heeft nu een kaal hoofd, dus ik weet niet wat dat belooft voor de toekomst. Maar Schreuder was ook kaal en daar begon het te rommelen. Ja, maar Schreuder was niet helemaal kaal. Hè? Die had niet haar weg. Ik heb niet gedacht dat we nou trouwens over haar zouden. Ja, maar heb je Davy Klaassen gezien, die foto? Nee, ik heb nieuwe haar. Maar die heet daar dus... Nou, we horen het echt een beetje Veronica Inside. Die is naar... Want hij speelt nou in Milaan, hè? Toch? Ja, Inter. Hij is onderdeel van Inter. Zakkenvullen, inderdaad. Ik heb hem nog geen op het veld maar ik las dus, die heeft hij in Nederland, heeft hij dus die, want iedereen doet het in Turkije, hè? Ja. In Nederland is het dus €2 per haartje. Ja. Hey, dat is bizar, of niet? €2 per haarzakje. Als jij teruggetrokken inhammen hebt, van ik meen om en bij de 5 centimeter, om die te vullen, ongeveer €2000 kwijt. Dan moeten wij 3 maanden voor werken bij dichterbij. Jezus. Dat is gewoon mijn bruto. Dit is al €5000, man. En dan heb ik dadelijk hier ook nog. Ja, snapte. Niet te doen. Ongelooflijk, hè, Steve. Okay. Ja. Laten we terug gaan naar de wedstrijd. Oh ja, maar, ja. 1-0 door Branko van de Bomen. Ja. Nou, die paar die heeft staan vloeken op de tribune. Ja, die is voor PSV. Ja, die zit op fuck T. Geweldig. Branko die durft niet te juichen.
Ja. Was dat heerlijk? Ja, dit deed ik heel goed. Speer. Wie? In de jongen voor PNV. Welke? Moet je wel in de microfoon praten? Dit is eentje voor eentje allernieuwste nieuwe speler die heel goed speelt. Wie? Chucky. Chucky. Oh, Chucky. Ja, die heeft goed gespeeld. Ja, die was al on fire. Ja. Zeker twee dagen. Maar dat schot ja. Van de bomen. Ja. Dat was wel een beetje een foutje van Ramalho, toch? Ja, ik denk dat hij die dubbel kan uitleggen. Want als Ramalho doorgestapt had en die bal gewoon weggepeerd had, ja, had er een kans in gezeten ja. Dat hij een goal was gegaan. Maar door de haai instapt, twijfelt me niet. Hè, dan gaat het niet eens pas te laat duiken. Ik had het idee dat hij dacht dat hij naast ging. Ja. Dat hij hem zo naast keek. Tenminste, ja, dat was zo mijn, kan je hem ook invullen. Dat was mijn gevoel, maar... In, zoals ik hem, want ik heb vandaag een wedstrijd integraal teruggekregen, omdat ik er eigenlijk vrij weinig van gezien heb op de tribune, zeg maar. Je kan dan geen... Wat was jij aan het doen, Teun? Gewoon een wedstrijd kijken, maar je kan dan geen... Je kan dan geen looplijnen zien. Nee, maar. Okay. Nee, dat is waar. Dus ik vond wel dat ik het even nog terug moest kijken vandaag. Dus ik heb heel onherbiedig als mam gewoon bij de tv weggeduwd en de voetbalwedstrijd nog een keer aangezet. Maar ja, ongelooflijk hoe die bal binnengaat. Ja. En inderdaad, als Ramalho daar gewoon instapt, die bal wegtrapt, dan gaat hij waarschijnlijk over de zijlijn of heb je een corner. En ik denk dat Benitez daardoor niet duikt. Ja, en dat zat wel een rare stuit. Ja, ja, ook, ja. Tuurlijk. En die bal die kwam van Berghuis af, hè? Maar die ging eerst nog via een verdediger volgens mij. En toen kwam die voor de voeten van de bomen. Dus ja. Misschien toch niet helemaal verwacht dat hij meteen zou schieten. Geen idee. Het ging best geen snel. Idee. Maar goed, op zich, en op het moment dat hij uithaalt, was ik van, wat doe jij nou? Ja. Ik heb nergens over. Die gaat erin. En dan, ben ik even het voetbal en dan komt er 1-1. Ja, die viel echt. Die viel uit de lucht, joh. Ja, helemaal niet, want we hadden helemaal niet. Eén lange bal. Ja. En Lozano stond perfect. Ja. Ja. En dan heb je... En de backs niet. Nee. Dan ben je gooi. Maar even serieus, daar heb je dan zoveel geld in geïnvesteerd. En dan is het eigenlijk gewoon een jankertje. Want hij heeft die Avila op links zit continu op het veld lopen rollen. Omdat hij dan weer geraakt was door bak yoghurt in zijn gezicht of wat dan ook. En dan was hij ook aan het janken. En dan, die had alleen maar... Maar die was 10 miljoen toch? Avila. En Gaye? En Gaye was er rechts. Niet veel duur toch? Gaye stond op rechts. Nee, was rechts, niet ja. Nee, maar die Sutalo voor 21 miljoen, die doet niks. Die staat met zijn handen op zijn rug. Terwijl dat hij naast die... steekt zijn poot niet uit niks. De enige goede verdediger is Hato. Ja, 17 jaar eigen jeugd. Nou, ja. Maar moet het beste drager. Maar is iedere keer de vraag waar staat. Is dat hij linksback of links centraal? Ja, jongens. Maar die Sutalo naast die Gvardiol in het Kroatische elftal... schijnt echt gewoon supergoed te zijn, hè? Maar ja, ongekend. Hoe kan dat? Ik wil daar echt voor pleiten. En dat is geen grapje. Ik snap niet waarom al die bondscoaches... niet gewoon een centraal duo pakken... wat al samenspeelt. Bij een club... Maakt niet uit waar. Ik snap ook niet waarom iedere club niet heeft gekeken naar een combi-deal voor Van de Bomen en Spierings. Want je weet, die spelers zijn blindelings op elkaar ingespeeld. Ja, bij Toulouse. En dan ga je ze nou uit elkaar halen. Je ziet Spierings, die is weer terug naar Toulouse. Ja. En Marco Van de Bomen is er gekut van. Nee, maar wat het dan bij Ajax is, dan heb je een Mislintat rondlopen. En die Spierings die zou nooit de kans krijgen. Want hij had alweer andere opdracht. Die Manswerk, Mico Tatsen. Ja, maar dat is ook zo. In het algemeen, en dan praat ik nu een beetje voor eigen parochie, want dat is gewoon zo. Snap ik niet dat bijvoorbeeld een Ronald Koeman die zegt, ik wil gewoon Jelle Schouten en Veerman allebei als centraal hebben. Ik snap inderdaad, Frenkie, wereldtalent, daar kan je echt mee door. Maar die speelt met niemand samen. Alleen die ene week in het Nederlands elftal. Dan kun je beter een as hebben op elkaar ingespeeld is. Die weken achter elkaar met elkaar spelen. Die elkaar blindelings aanvoelen, theoretisch gezien. En dan ga je die dan, kan je... En ik snap inderdaad dat Frenkie de Jong uit. Maar stel Frenkie had samen gespeeld met noem elke andere matige... middenvelder bij ons, dan stel je het op binnenlinks op, omdat je gewoon weet dat die centraal met elkaar altijd samen spelen. Of zeg ik dan iets heel raars? Ja, ik denk toch dat het verschil dan tussen club en landvoetbal, dat de individuele kwaliteiten toch wel echt de boventoon voeren. Ja, dus kun je beter een Tijani Reinders langs Frenkie de Jong zetten, dat dan dat wel. Een Rosario bij Barcelona zou spelen.
koppen. Ja. Leon kan goed koppen. Maar je hebt natuurlijk, dit is dan een geval van dat iemand wel goed speelt in de nationale elftal, maar vaak zie je het ook juist andersom. Ja. Dus bij clubspelers die juist heel matig, die nooit hebben gehad bij de nationale elftal. Nou ja, daar kunnen we wel een rijtje op noemen. We beginnen bij Seedorf. Ja, precies. Bijvoorbeeld die altijd gewoon een wereldspeler is eigenlijk. Weet ik veel hoe vaak de Champions League heeft gewonnen bij het Nederlands elftal. Altijd de gebeten hond was. Ongekend, hè? Dat er verschil, ja. Ik weet niet wat er is. Ja. Ja, geen idee. Maar ik snap, ik hoor wat je zegt, Teun, maar ik weet niet, ja. Ik denk dat het verschil in kwaliteit te groot is. Ja, dat zou zo'n Rosario of zo bij Frenkie bij dezelfde club spelen, zou je die dan eerder opstellen dan een Tijani Reinders, die kwalitatief veel beter is. Ja. Omdat Rosario, maar ik noem maar een zijstraat, hè. Ik pleit hier wel echt al jaren voor, als in, ik pleit hier ook bij PSV voor. Toen wij Lucas kochten en Haps naar Feyenoord ging, zei ik ook al, ik snap niet dat je die twee los hebt gehaald. Had verdomme bij AZ toen de tijd, ik veel de hele achterhoede weggehaald. Nee, maar. Nee, ik snap wel. Al was het links inderdaad, Lucas, koppeltjes moet je nooit opbreken. Leetje. Even, dat was, toen hebben ze er dan ook alweer slim gezien. Bergkamp en Jonk samen naar Inter. Jonk die gaf altijd de paas op Bergkamp. Ze hebben toen een wereldseizoen gespeeld. Dus in die zin snap ik wel wat je zegt. En is mijn Haps presteerde gewoon prima bij Feyenoord. Niet boven natuurlijk, maar presteerde gewoon prima. Lucas presteerde bij ons helemaal niks. Ook omdat inderdaad Cocu helemaal kapot heeft gerouleerd als vijfde man. Op een gegeven moment de laatste 20 minuten of laatste kwartier als 5-3-2 en dan maar alles afstoppen. Maar had je die met Haps gekocht op links centraal en dan Haps op links back, had jij een veel beter dynamisch duo gehad, omdat die twee gewoon op elkaar zijn ingespeeld. Ja. Maar veer je dan beide kanten op, dus zowel nationaal als club? Want clubs die trainen natuurlijk veel vaker als nationale elftallen. Ik zie die cijfers niet, hè? Dus ik weet niet hoe daar aan de achterkant zit. Daar zou je dan aan Mislintat dan moeten vragen bij zijn bureau met cijfertjes. Maar dat is dan vraag 2. Maar het is wel vreemd dat een speler wordt gescout natuurlijk op zijn talenten. Maar als die speler door medespelers juist beter presteert, dan kan een speler misschien in een andere helft al totaal door de mand vallen, omdat hij niet de aansturing heeft die hij zou moeten hebben. Nou ja, Mikko Tatsen die had in de interlandperiode afgelopen periode met Georgië er 4 ingeschoten. Goed zeggen, gewoon 4. En bij Ajax komt hij niet eens, doet hij niet mee. Ja. Staat ook op de verkeerde plek schijnbaar, die moet op 10 schijnbaar. Ja, goed, ik lees van alles. Maar goed, de wedstrijd. Als we daar naar terug gaan, inderdaad, nou, dan was er een groot verschil tussen, in mijn beleving, eerste en tweede helft. Ja. Maar dat heeft iedereen natuurlijk gezien. Eerste helft, ik was in die zin positief verrast van, nou, hier kan Ajax. Ik had al gelijk in de rust wel gezegd, want daar wordt er natuurlijk flink geappt en zo. Ja. Zo van, normaal gesproken, die gaan ze niet volhouden. Dus ik had erop gerekend dat PSV er toch nog overheen zou klappen. Is toch maar mijn hoop blijft toch bij die eerste helft. Van, daar waren echt mooie patronen, werden dat langzaam zichtbaar. Van de Bomen en Berghuis in de basis. Ja. En die brachten toch wel met passing een hoop rust. En toch, dat wil je mij niet vaak zeggen, het feit dat Brobbey nog zo balvast is met dit matige elftal wat Ajax nu heeft. Ja, het is overal al gezegd. Dus ja, ik ben beïnvloed door inderdaad iedereen die het roept. Maar eigenlijk is het precies hetzelfde als met een PP bij Groningen. Je hebt gewoon een bovennatuurlijke, tussen aanhalingstekens, spits die veel beter presteert als het team, maar daardoor dusdanig wel kansen kan creëren, omdat hij wel op die positie staat waar hij moet staan. Ja. Maar er hadden wel een paar in gemogen. Ja, zeker. Echt ongekend, man. Hij had toch geel moeten krijgen, hè? Laten we even opstellen. Ja, hij had meteen geel moeten krijgen. Wanneer? Hij deed voor. In de richtlijnen van de KNVB staat, een speler mag niet meer provoceren. Oh, dat ja. En het eerste wat hij doet, gaan we naar het doelpunt. Ga jij bij het publiek. Niet doen. Maar ging ook wel een paar flesjes naar zijn hoofd. Die hebben het veld gelukkig niet bereikt. Anders dan wordt het nog gestaakt. Toch nog Beppe. Ja. Bedankt zei ik weer. Is half oost leeg bij wijze van spreken. Dus die kanttekening moet ik ook maken. Maar die flesjes werden pas gegooid nadat Brobbey aan het provoceren was. Ja. Ze had geel moeten krijgen. Maar goed, dan allemaal terzijde. Dan heb je tweede helft, Steve. En dan? Wat? Ging het heel snel. Lijken speel. Nee, PSV in de tweede helft. Tegen Ajax. Hoe ging dat? Jij was jarig en toen? Taart op. Oh ja, ik heb het ook op de app kijken zo. Ja, hij mocht de wedstrijd niet kijken. Ik heb over de punten gehaald ook. Ajax is helemaal niet met die niks. Dus voor de PV, de elde helft, de
eindelijk de humbug maakt. 5-2, die je voor Ajax ging niet zo goed weer best gedaan. Ja. Wissels, hè, die twee. En hoe? Pakt goed uit. Zo zie je maar en, echt. Ja. Ik zit één keer de kleur. Ja. En ik zit in Abu Dhabi. Ik zit als je sporters, kun je ook allemaal een beetje kaker. Dus rode kaart, nee, niet zo'n rode vak. Die is ook niet goed. Dus je vuur door je vel te gooien en blikken gooien. En, Nou ja, daar hebben de Ajax supporters pas gedaan. Hè? Hadden ze het stadion hadden ze kapot gemaakt. Ramen kapot. Ja. Oh, alle kapot. Alle ramen kapot. Dingen gooien. Ja. Naar de politie de dingen gooien. Dat mag niet, hè? Nee, dat is niet netjes. Yes. Praten we niet goed, hè? Nee. Maar vuurwerk is wel sfeerverhogend. En je doet ook het... Prekenvrije parochie. Voor Ajax. Ja, nee, ja, precies dat. Maar goed, dan kom je dus met... Dan ben je met 5-2. En hoe? Godverdomme, een pegel van Lozano op wat ik goal van die jongens komt. Ja. Oh, die stond weer op de goede plek, toevallig. Oh. Ja, maar dat is ook een kwaliteit. Ja, zeker. En dan gaat Saibari gewoon exact hetzelfde doen als wat Brobby al heel de eerste helft deed. Die liep gewoon uit de rug weg en die kan 1-1 tot... loopt bak yoghurt bij Avila weg. En die kan voorgeven aan Saibari en die... Nee, wacht, zit hij nou met... Chucky in de wacht. Saibari was een beetje die kluts. Links, dat was ook een beetje die kluts. Nee, die was via Luc de Jong daar hakballetje. Ik zit ja, en zelf door de wacht. Hakbal. Een hakbal, ja. Een gehakbal, hè, Steef. In je woordbaar. Ja, lekker, hoor. Laat mij verhalen, joh. Hakballetje. En hakballetje van de Jong. Maar ik had er wel stress. Echt, die staat bij het spel, hoor. Ik snap ook niet waarom die grenzen nog vlachten. Dus ik heb om telefoon meteen vlug terug zitten kijken. Omdat ik dacht, die wordt afgekeurd. Dat was het niet. Was niet zo. Nee. Maar er was geen hoop om op de tribune. En bij Lozano, idem dito, ik dacht, dat was Hens. Ja. Dus ik heb bij heel die goal ook niet gejuicht. Want ik was echt heel overtuigd. Nee, ik heb het vaak teruggezien, maar ja, ik kon het niet... Nee, ja, ik weet niet of dat Hens was, maar ook niet dat het geen Hens was. Nee, ja, dat ene beeld van Hens achter de goal lijkt het Hens. Ja. En die ene vanaf vak tegenfilm, zeg maar, klopt, dat hij met zijn heup. Ja, precies. Daarom een goal. Dus daarom is je denk ik ook goed gekeurd, omdat er gewoon geen beslissing genomen kon worden. Ook al waren al die dingetjes, hè, die Saibari die hem erin rolt, wel of niet Hens. Uiteindelijk was PSV, hadden ze toch wel die punten binnen. De lange avond. Ja, maar vooral wel door die backs. Die backs, links en rechts back bij Ajax. Daar kwam ging alles fout. Alles ging fout. Alvarend ook een beetje. Ja, daar komen we dadelijk op, jongen. Nou ja, eigenlijk hebben we PSV alles wel besproken. Het is gewoon duidelijk, PSV gewoon supergoed op koers. Ja. Mooi elftal, zeker ook zwakke punten. Die heeft Ajax wel even bloot kunnen leggen, de zwakke puntjes bij PSV. Nee, daarom waarschijnlijk dat ze ook Europees moeilijk aanhaken op Vitesse, dit moment. Vitesse trouwens ook wel dit seizoen, eerste helft. Vitesse-PSV. Weet je, kun je die wedstrijd nog herinneren? Ja, die eerste helft vond ik Vitesse ook heel erg goed tegen PSV. Kwamen ze ook een beetje overheen. Ik snap niet waarom Ramaljo bij Leipzig zo gepresteerd heeft, want die gast kan niet meer ruimte. Ik weet niet wie er lang staat, maar die moet ze meteen een contract geven van 10 miljoen per jaar. Want die kan echt Ramaljo laten voetballen alsof hij een of andere god is. Ik snap niet waarom die gast bij ons speelt. Echt niet. Die kan echt helemaal niks meer ruimte in zijn rug. Toch wel mooi hoe hij met die kritiek omgaat. Hij staat er wel altijd. Je hoort hem nooit zeiken. Want ja, die leest ook alles. Zeg maar. Ja goed, hey, luister. Als ik 3 miljoen krijg, dan mag je wel dichter bij mij zeiken. Hè? Dan kan ik alles bij hem spreken. Werk jij niet meer dichterbij. Zal niet bukken, maar... ja. Nee, maar... Winterstop en nieuwe kopen. Misschien is Bella Kotschap dan weer fit. Sleutelbeen, schuitig uit. Ik wil zeker ook een vraag. Het is over je eigen vorig jaar nieuwe koper op Ajax. Wie gaat ze nieuwe koper? Spelers. Iedereen. Spelers op Ajax. Ja, ik ben benieuwd. Wie van de schilder wil. En ik denk ook, in einde van mei heb ik plessen. Nee, wie de kampioenschaal over Vervaio, over Ajax, over PV. Hij gaat opeens... PV, denk wel raar.
Ja, nou zegt hij op PSV. Ik denk dat PSV. Hij stond hier, voordat wij beginnen opnemen, dames en heren, dus dat is ongeveer een half uur geleden, staat hier te springen door de kiet dat wij nu al kampioen zijn. En nou gaat hij opeens relativeren en zijn wij pas in mei. Heel misschien kampioen, want eigenlijk verder maak ik ook nog kans. Hypocriet noemen ze Steve. Ik denk dat je over een paar weken kunt misschien wel meer zeggen. Want dan heeft PSV een paar lastige uitpotjes en dan met Twente. Wij hebben na de interlandbreek hebben wij alleen maar kutpotjes. Okay. Vanaf speelronde 13. Dus dan zou je rond december... Want Luc de Jong die had gezegd inderdaad bij ESPN in de interview aan de tafel bij Vergangelen. En wie was er meer bij? Vink, denk ik. Vink, volgens Peter mij. Peter Bos? Nee, niet Peter Bos. Maar had in ieder geval gezegd... Peter Post? Hij had bij... nee, Peter Bos. Hij had met Van Bommel zijn hoogste score ooit gehaald. 39 punten uit 13 wedstrijden. En toen was... die heet Volendam. Weet ik weer. Jong. Kees. Nee, Kees. Die was... Kees Kwakman. Kees Kwakman. Die was gaan googlen Kees. Meteen. Paul. En de 13e wedstrijd is PSV Twente. Uit in Twente. Ja. En de 14e wedstrijd is Feyenoord PSV. Ja. Dus als wij dan inderdaad nog met 42 punten zouden staan, dan, dan wordt het een bijzonder jaar. Maar toch razend knap, toch? Ja. 10 gespeeld, 30 punten. Dat komt ook nooit voor. Op wat voor programma dat je ook hebt. Nee, ja. Nooit. Nee, ja, precies. Dus deze gewoon... knap. En, petje af voor PSV, ja. In die zin toch? Ja. En alleen ik denk inderdaad, net zoals... 10 kijk uit, jij. Net zoals voor Feyenoord, denk ik, dat Twente voor ons ook een benaderschil wordt. Nou ja, laten we het dan eens inderdaad hebben over daar PSV is by far op dit moment dan toch favoriet om de titel te pakken. Wie is de belangrijkste uitdaging? Feyenoord. Maar ik denk oprecht dat wij de uitdager van Feyenoord zijn, niet andersom. Nee, Feyenoord, ga je weer in die underdog rollen? Nee, ik kap daar nou eens mee. Want het oprecht? Is... Nee, echt niet. Nou ja, het ligt wel. Ik meen dat echt uit de grond van mijn hart. Feyenoord is een beter kwalitatief, is een beter team als dat wij zijn. Nou, als je ziet hoe vaak Bak Yoghurt met zijn egocentrische hoofd voor eigen succes ging, waar je hem af kon leggen op Lozano. En Lozano idem dito, hè, want die doen, die doen het allebei. Je hoeft hem maar af te spelen naar... Die twee moeten gewoon als je die gewoon een dag bij elkaar in de ruimte zet en laat met elkaar de diepste gevoelens delen, elkaar haat en nijd en ook alle liefde aan elkaar verklaren, laat ze in ieder geval gewoon zorgen dat je overspeelt naar elkaar. Ik denk dat je dan een veel beter team hebt dan dat je nu bent. Ja. Want je merkt bij iedere wedstrijd, ze gaan continu voor eigen succes. Iedere keer als Bakayoko moet afspelen, schiet hij. Iedere keer als hij moet schieten, speelt hij hem af. Dus zeg je hiermee, Teun, individuele kwaliteiten. Nou, bij die PSV, hebben wij. Is PSV wel verder. Qua teamgeist, Feyenoord. Feyenoord verder. Daar denk en ik daarom daar denk ik ook oprecht. Want uiteindelijk wint het team van het individu. Denk ik dat wij de uitdager zijn van Feyenoord. Dat we het alleen nu beter doen, dat is echt een meevaller. Want laten we wel wezen, en dan kun je zeggen, ja, de begin van de competitie... Jullie laten bij Sparta dan punten liggen. Wij winnen ervan. Ja, het blijft het begin van de competitie voor jullie. Maar iedereen heeft inderdaad over dat wij het moeilijkste programma nog moeten krijgen. Dat klopt ook. Maar waarom wordt er dan niks gezegd over het feit dat Feyenoord er dan punten laat liggen? Kijk, dat wij hem dan op individuele klassen dan wel over de streep trekken. Na de tweede helft. In een minuut weet ik veel hoeveel. Dat is een totaal ander scenario als dat je achterkomt. Ja. Maar goed, dat is allemaal lange adem. Ik denk dat Feyenoord nog steeds kampioens nummer 1 is en dat wij de uitdager zijn. Ik denk dat oprecht. Peter, Feyenoord, jouw clubpie. Ja. Afgelopen zondag hebben ze in ieder geval niet laten zien dat ze kampioenskandidaat zijn. Nee, waarom moe, hè? Dat kon je wel goed zien. Is er dan toch weer die Europese En die kwart over 12 wedstrijd. En Dennis Hiechler, uiteraard weer. Ja? Het ligt toch ook aan de... Zomaar, ja, je mag gewoon royeren. Is zo slecht, vet, jongen. En als we nou even gooien op satire, moet je gewoon de guillotine weer gewoon opnieuw uitvinden. Die gasten moet je niet laten fluiten. Helemaal. Volgens mij heeft hij gewoon een volle liefde voor alles wat Oost-Nederland is of zo. Want, nou ja, dat was niks. Nee, maar goed. Buiten dat gemiste penalty moment dan... Wat natuurlijk wel een dikke pingel was, maar goed. Dat is de VAR gaf hem ook niet. Nee, ja, dat is Paul van Boekel en die fluit zaterdag in Waalwijk. Nou, hartstikke goed. Gaat hij hem goed maken. Schrijf maar wel eens op bij deze. Ja, nee, dat gaat niet gebeuren. Maar Feyenoord was gewoon niet scherp. Penalty bij Van Boekel, jongens. Niet scherp. Twente die zat er volop. Zoals Twente thuis altijd is. En dan heb je net die paar procenten meer. En die Unestal die er weer een paar uit jankt. Die is toch ook wel echt goed, hè. Ja.
Ja, dat is ongekend. En dat had Olij toen met Sparta Feyenoord ook. Een paar dikke reddingen, zeker op het einde. En dan heb je, ja, dan moet het net goed vallen of net niet goed vallen. Maar goed, aan de andere kant, ik denk niet dat we mogen klagen als Feyenoord zijn. Tenminste. Je ziet wat voor ontwikkeling dat ze doormaken. Ja, maar als je ziet het spel en toch geweldig. Ja, goed, man. Nee, het is gewoon, maar het is gewoon echt gewoon super leuk om naar te kijken, zeg maar. En maar ook niet meer dat ik zoiets heb van, oeh, die gaan we verliezen of zo. Nee. Snap je? Ja, ja, ik had gewoon weer geld ingezet op Gimenez to score. Ja, ja, die verneukt helemaal Toto. Ik heb nog niet eens naar afgelopen week. Natuurlijk. Ja. Ik heb Muscrito niet gekeken. Ik had gewoon gewoon puur de Toto, niet Muscrito. Okay. Ik had geld ingezet op Gimenez te scoren, Pavlidis te scoren, PSV to win. Ik dacht, ik moet wel in ieder geval niet helemaal de underdog gaan uithangen en dan zeggen de Amsterdam wint. Maar ik had gewoon ingezet Gimenez te scoren, Pavlidis te scoren en PSV te scoren. Ja, was volgens mij... Ja, het zat er niet in, maar hij is niet bij de goal geweest. Dan heeft hij geen bal geraakt. Maar ja, goed, op zich, jammer dan. En dan inderdaad sta je 7 punten achter op PSV. Maar dat is wat ik net zei. Ik denk, ja, het is gewoon een uitzonderlijk... Jij hebt echt helemaal niks klaargemaakt, man, de afgelopen weekend. Bij far de minste punten binnengeharkt. Heb je Benny Benassi voorbij laten gaan, man? Ik heb geen idee wat ik gedaan heb. Misschien had ik de scores goed. 76 punten. Weekwinnaar, jij. Dat was dus onze Scorito-app. Ik heb iets gedaan waardoor ik weinig punten heb. Geen idee wat. Heel lang. Maar ja, daardoor... Ajax wel. Ik sta niet onderaan. Ik sta tweede. Ja, ja. Dat is maar door afgelopen weekend sta je 7 punten achter. Ajax is het Europees ook beter. Hè? Daar zijn ze vierde. Ja, ja. Ja. Boven Marseille. En onder Marseille. Ja, net. Ja, de dag is hier trouwens. Holy shit. Oh man, met die spelersbus. Die coach van Lyon. Hè? Sowieso is dat echt het meest beladen potje. Heel fucking Frankrijk volgens mij. Lyon Marseille. En dan zie je die spelersbus belaagd worden van Lyon. Hij gaat helemaal fout. Ja, dan denken wij hier in Nederland dat het erg is. Maar als je dat ziet, dan zijn wij maar een beetje kneusjes met onze bekertjes. Heel dat vak, jongen, helemaal vol met Franse vlaggen. Want ja, heel Marseille natuurlijk, Algerijns en... En Marokkaans heb ik voor het allemaal zit. En heel de Olympiek, allemaal Franse vlaggen bij. Dat was vet. Maar dat was in Marseille, toch? Dat was in Marseille, Ik weet dat toen Marseille Feyenoord was, toen hebben ze ook die bus van Feyenoord, hè. Een volle bak stenen eraan. Lag aan de slot in het gangpad. Mag gelezen, pas nog. Afgelopen week ging het goed bij Marseille Europees met AEK. Maar ja, goed, die hebben een friendship, dus dat kan niet. Oh, ja, precies. Ze stonden gewoon lekker gemengd en naast elkaar gebroedelijk in het stadion. En dat was een prima sfeertje. Leuk, man. Maar ja, Twente Feyenoord, Ugalde, Jezus tering. Ja, wat een mazzel, zeg. Je kan niet meer mazzel hebben als bij die goal, volgens mij. Maar dat heb je gewoon nodig. Heb je nodig. Jazeker. Dat is een goal die je op de training zeg maar iedere keer maakt. En dan in de wedstrijd, dan lukt die één keer in de 4 jaar. Nou ja, dat is hem. We hebben hem weer gehad. Kunnen we weer afstrepen. 7 punten achter. Maar dat is wat ik zeg. Dat is op zich nog niet... Ja, het is de PSV de 30 heeft. Daarom lijkt het 7 veel. Ja. Maar normaal zie je dat natuurlijk ook niet zo gek. Dus ik denk vooral de credits aan PSV. Ja. Als je de eerste 10 wint, moet evalueren. Zeg maar. Het is een ander jaar geweest. Maar goed, dan speelden we Europees op donderdag. Ik denk oprecht dat we echt wel verschil maakt. Daar kunnen we heel lang en breed over zijn. Ja. Maar ik denk dat je nu ook aan IJs gezien hebt. Die hebben donderdag gespeeld en die moeten dan zondag weer. Die heb je vanaf minuut 70 hebben die niet heel veel meer ingebracht. Dat merkt hij echt. Nee, toen viel het zijn we nu ook trouwens. Ja. Maar ja, dan nog denk ik, als je dan een topclub bent... Dit is je werk, sport, 100%. Zeker. Godverdorie. Ja, gas geven. Sorry, maar dan, want dat is algemeen bekend. Als je donderdagavond Europees voetbalt, dan heb je inderdaad een paar dagen minder rust als dat je op dinsdagavond voetbalt. Dus moet je daar als Ajax op insteken. Ja. En dan, daar hebben ze toch gewoon mensen voor aangenomen die ervoor zorgen dat de jongens weer fit ze zijn. Ze hebben een extra massage, weet ik veel wat ze allemaal kunnen doen. Ja. Dat klopt. Ik vind het ook geen excuus, maar het hele onderzoek, en daar zijn wij altijd op uitgelachen als PSV zijnde. Omdat wij daar natuurlijk de afgelopen jaren heel veel last van leken te hebben. Vind je dat ook wel hoor. Continu. Ja, maar ja. Dat scheelt gewoon wel. Nu hebben ze... Zeker. Heeft Ajax het zelf, en dan is het opeens wel een excuus, maar wij mochten het jaren niet voeren. Ja. Want het eerste wat Maduro zegt na 5 zinnen is, wel heel vermoeid. Dan dacht ik, gast, je hebt alleen maar op de counter gespeeld in Brighton. Hoezo vermoeid? Ja, die hebben daar niet heel veel gedaan. Nee. Hè? Maar goed, dat is Europees natuurlijk. Maar goed. Helemaal een mooie week geweest. Hoe was die voor jullie?
Laten we daarmee beginnen voor ik dadelijk... De Europese week. Ja? Ja, dat was gewoon kloten natuurlijk. Ja, jullie zijn... Ja, Brighton. Leuke pot, maar alles mee gezegd. Het was echt... Het was gewoon om te janken. Ja. Ook gewoon ja, de manier waarop ze speelden. Ja. Dan, ik hield mij 4-0 onderuit. Dat je gewoon probeert aan te vallen. Ja. Niets. Ja. Het was echt zo. On-Ajax gewoon. Op eigen helft. Wachten. Ja, en dan gokken op de counter. Ja. Daarom snap ik ook niet waarom Ajax moe was. Want voor die hebben niks gedaan. Nee. Die hebben echt twee sprintjes gebroken, denk ik. Ja, misschien vier. Oh, okay, maar goed. Ja, daar zouden ze alles mee gezegd. Dan moet je zondag toch fit zijn. Hey, ja, maar weet je wat ze wel moeten doen bij Ajax? Is die berghuizen zo snel mogelijk afhalen. Dat zou ik die 100%. Ja, zou als je die vent ziet lopen, had je hem zondag weer gezien. Dan werd hij gewisseld. Liep hij daar achter die goal langs. En zat hij weer negen zo die jongen, wat bij Feyenoord gebeurde, gebeurt nu exact weer hetzelfde. Ja, omdat het niet loopt. Precies. Ja. Dat is echt... Ja, als... En hij is dan geen dragende speler. Nee. En die kan ook niet de rest meenemen. Nee. Die, dat is helemaal niks. Die verdwijnt dan in zelfmedelijden. En, niet eens in... Die lukt het niet. Hij verdwijnt niet eens in zelfmedelijden. Hij verdwijnt gewoon in haat naar de rest van de wereld. Ja, hij haakt af. Want hij is het probleem niet, denkt hij volgens mij of zo. Ja. Als er iemand aan grootsheidswaanzin leidt, is het Berghuis wel. Ja, er gaat nog een hoop gebeuren in de winter, denk ik. Oh ja, zeker wel. Bergwijn weg sluit ik ook niet helemaal uit. Miguel gaat naar El Atifik. Ja, die speelde wel aardig trouwens. 40 miljoen. Ja. Ik vond Bergwijn wel goed. Zou die voor winst weggaan, ja? Volgens mij wilde die El Atifik iets van rond de 40 miljoen. 40 miljoen? Onbegrijpelijk. Ik zou wel 4 tientjes voor geven, dan zou ik hem niet. Dan moet je zelfs een vliegtuig betalen. Dan moet je hem nou nog op het vliegveld zetten. Ja, hij komt eind toe, ja, Steven Bergwijn. Wij hem ooit verkocht hebben voor komt uit de jeugd van Ajax. Ja, maar wij hebben er de klappen meegemaakt. Ja, goed. Maar Feyenoord, Jezus Christus, ja, we horen dit goed in Europa. Ja, lekker. Mooi, man. Gewoon zeker 80 minuten Lazio weggetikt. Niet. En hoe? Mooi, hoor. Er zaten een paar mooie aanvallen bij, rustig in de opbouw. Ja. Ook precies hetzelfde gekopieerd van die de Serbië, van Brighton. Ik weet niet of dat je ook zag. Ja. Gewoon achterin gewoon lekker rustig rondtikken, voorste drie of twee laten komen. Ja. En dan vanuit het middenveld Siruki of Wiever in de afwisseling. Precies, en dan vooruit. En dan heb je die gekke Timber die overal oploopt. Loopt, steekballetjes geeft. Nou gaat iedereen rennen. Ja, en dan, dat is een beetje de patrouille die Feyenoord nu heeft. Wat Taylor volgens mij en Brighton heel goed deed. Gewoon de man lokken en dan niet de bal willen, maar gewoon een man lokken dat er een overtal gecreëerd werd. En dan weer het begin aan het spelletje. Ja. Dus dat zie je gewoon heel erg goed. Het loopt gewoon niet. Maar ja, laat ze er mooi van genieten, man. Hopen dat ze eigenlijk eerst of tweede worden in de pool. Zou toch mooi zijn, hè? Als ze nog een rondje... Wij gaan niet worden in ieder geval. Nee, maar jullie moeten proberen derde te worden. Dat je nog even die Europa-League rondje in kan. Hou op, schei uit. Verschrikkelijk. Nou, ik denk... Het zit wel echt dicht bij elkaar. Feyenoord gaat de overwintering wel halen, sowieso. Die wel. Vijf punten vooral. Ik durf zelfs te zeggen dat Feyenoord de Champions League overwintering haalt. Ja, zou kunnen. Ja. Zou wel mooi zijn. Dan blijft in ieder geval dat Jiménez blijft. Ja. Nou, trouwens, maakt trouwens niet uit, want hij mag sowieso al niet meer van een andere club uitkomen in de Champions League. Na de winter. Nee, dan krijg je het dus die verhaal met die gast die van City naar Bayern München ging. Precies, dus Cancelo. Cancelo. Maar die mocht toen wel spelen bij Bayern, omdat hij nog niet had gespeeld bij Manchester City in de Champions League. Daarom mocht hij. PSV was weer een beetje hetzelfde laag in de pak, hè? Afgelopen dinsdag, vertel eens, wat vond jij ervan? Tegen die Fransen? En Frans heeft een beetje goed, hè? En PSV ook weer goed. Ja, speelde prima. En ik ging kijken en ik zei het super gelukkig, vlakbij spelen en zo. Ja. En ik zeg links rijden, links, rechts voor, links en rechts kijken. Ja, zo was het, hè? Deze mag. Ja. En ik zei eentje liggen bij de andere. Ja, maar ook jankers. Oh, je houden. Nee, op dan en we gaan in midden. En ja, zo is het. Niet mouwen, maar doorspelen. Oh, huppakee, voetballen. Ik denk wel inderdaad, en misschien dat Teun ook wel een beetje... Ik denk dat met verschil met Feyenoord ook inderdaad, als team zijnde. Ik denk dat Feyenoord die wedstrijd uiteindelijk niet verloren had. Zeker als je 1-0 voorkomt. Zeker niet. Vond ik het weer een beetje des PSV's. Dat is dan toch weer zo'n klote goal terug. Dat is continu. In een paar minuten. En dan denk ik van, ja, dat is dan net, niks eigenlijk, net die scherpte die Europees wel moet hebben. De enige die je overtuigd verloren hebt, is Arsenal. Want daar had je echt 0 in te brengen. Sevilla had je moeten
winnen. Want je komt op 1-0 achter. Je maakt eigenlijk vrijdag daarna echt wel een hele steengoede indruk. Scoort dan de 1-1. Ja. Komt die klote Ramos weer voor goal. Die kopt hem weer naar binnen toe uit Jan Lul. Niks situatie binnen een minuut na de afgetrapt wordt. Ja. Dan wordt het inderdaad 2-2. Dankjewel, Steve. En dan ga je naar een Lans toe. En dan heb je letterlijk echt wel heel de wedstrijd de overmacht. Precies. En dan scoor je de 1-0. Dan denk je, yes, we gaan knallen, gas geven. Dan moet je hem over de streep halen. En dan knallen ze weer zo'n klote schot erin. En dan halen ze hem in die over de streep. Ja, precies, daarom gaan ze hem thuis wel winnen. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, maar dan lopen we nog steeds achter. Ja, maar dan word je in ieder geval derde. Nee, want we hebben thuis al gelijk gespeeld. Is de gouden regel, je moet thuis alles winnen. Dat hebben we niet gedaan. Nee, wij gaan niet overwinteren. Maar het kan nog wel. Ja. Ja, het kan, maar dan ga ik... Thuis Arsenal, wanneer is dat? Laatste wedstrijd? Laatste wedstrijd. Oké, ja, die zijn er al zeker. Dus nee, helemaal niet, want die hebben verloren van Lans. Oh ja, dat is waar trouwens. Dat is heel het probleem. Oh, ja, ja. Ja, daar zit dan ook niet mee. Nee, ja, nou, kijk, als ze gewonnen hadden van Lans, dan hadden we inderdaad de laatste wedstrijd weer zoals vorig jaar. Ah, je kan hopen dat je wint, maar dat is weer niet zo. Ja. Ja, stinkende best doen. We gaan het zien. Gas geven. En niet naar Sevilla toe. Ja, wel naar Sevilla, maar niet naar de wedstrijd. Hoezo niet? Rotzooi in de... Ja, kan je een kaart? Ja, we hebben al kaarten. Maar? Ik vermoed dat wij niet mogen gaan van de UEFA. Waarom niet? Zelfs vorig jaar beuden. Waar hebben jullie liggen doen dan? Ik stond mooi ook achter... bij Lans zit te kloten. Ja, maar echt, wat was dit voor een WD-gast? Holy shit. Ik ga echt heel lekker op stress, zeg maar. Ik ben echt zo'n adrenaline junkie. En ik ging op deze WD ook wel heel lekker... Maar holy shit, man. Straatjes in, rennen, wegrennen. En wat. Maps aan. Mari. Op het laatst. Ik ben nog uitgekleed, vol de slijk in, helemaal een bocht zwart. Luister, ik zie op een gegeven moment... Sowieso, het was echt een hele vreemde... Die wedstrijd is om 9:00. En vanaf 3:00 voor de wedstrijd kregen we al politiebegeleiding naar het stadion toe. Moesten we met z'n allen naar het stadion toe. Heel die wedstrijd was ook geen kroeg voor ons, want al die kroegen in Lans waren er maar 4, waren allemaal Lanskroegen. Wij stonden daar op de weg, hadden ze gewoon afgezet voor een kroeg. Stonden Dixies op een parkeerplek, gewoon een stuk of 10. En wij stonden op de weg gewoon met 2000 man daar te chillen, zeg maar. 100 politie. 100, ja, meer dan 100 man politie, 100 auto's politie inderdaad. En wij worden daar naar het stadion begeleid. En dan gingen wij zeg maar naar een hoofdstraat toe. En ik weet niet of daar op een gegeven moment zie ik rook vliegen. Nou ja, rook kun je zien vliegen. Daar gebeurt dus vaker dat er iemand met pyro gooit, rookbommen of dan vak of dat kan. En ik zie opeens een gele rookwalm op me afkomen. Nee. En ik zie zeg maar paniek ontstaan in de menigte. En ik zie zeg maar een hoop gasten achteruit rennen. Ik zie een hoop gasten vooruit rennen. Ik zie een hoop mensen schreeuwen in paniek. Hoe? Dan moet je even geluid bij maken, Steven. Hoe deden ze? Doe eens paniek na. Nee. Paniek. Piep paniek. Hij wil... Ja, ja. Ja. Het was net Halloween. Nou ja, dat was echt chaos. Over een stadionwolk van 20 minuten hebben we 1:40 gedaan. Echt via omwegen, zijstraatjes. Op een gegeven moment komt een auto aangereden. En die auto denkt, kut, wat kom ik hier doen? Is die wil gaan keren in een eenrichting verkeer weg. Komt een andere auto aangereden. Oh, ja, helemaal pure paniek. Maar je hebt overleefd. Ja, echt prachtige WD. Kutstad. Mocht je ooit naar Normandië gaan, ik zou het je niet aanraden. Want wat de fuck is dat mijnenwerkersgebied daar één groot chaos. Het is ook fucking duur trouwens als je een boete krijgt. 2 kilometer hard is €45, dus ik ging ook weer aftikken. Oh, die had je ook even binnen gehad. Ja, die had ik ook even binnen gehad. Dan waren we nog eens naar Lille, Stade, Brest geweest. 100.000 euro. Ja, ik hoop het niet, Steven. Kan ik niet betalen. Ik wel. Ja, oké, dan geeft u, als jij die boete van mij betaalt, geef ik de boete aan jou. Spreek we af, hè? Ik bedoel, €100. Ja. En wij winnen voor dit PV, hè? Ja, ik denk het wel, ja. Goed, doen we. Deze aflevering levert ons toch wel 2 ton op tegenwoordig? Zeker wel. Nee, van denk Benny. Het niet. Denk het niet. Denk het niet. Lekker, man. Maar goed, dan het heet hangijzer van de voetbalwereld op dit moment. Want ik zag toevallig ook dat er een... Waar nou, een paard? Steve verandert hier in een paard aan tafel, jongens. Is het dit is nou echt toch? Halloween. Ja, het nee. is echt Halloween. Trekt hem een paardenkop aan, het klopt. Maar... Gaan we het over de coronavaccinaties hebben? Corona... Het Willem Engel weer iets geroepen. En nee, over een andere puntje op de... Ja, ik wil inderdaad wel over de ongevallen hebben op het veld. En hoe link jij die aan corona dan? Ja, Bas Dost. Ja, dames en heren, we hebben het over Bas Dost. En Peter, die linkt het aan corona. Nee, maar dat lees je dus op Twitter. Dat je allemaal van die
van die gekkies hebt. Oh, de wappies. Ja, die zeggen dus allemaal dat dat wel die prikken. Ik kom dat die corona spuit. Ja, dat is toch geen toeval meer. Dat is gewoon niet echt. Maakt ons helemaal kapot. Heel die corona spuiten. Die emmer en NSA, wat is het? Ik heb geen idee, maat. Nee, maar goed. Ik vond het bijzonder. Ja, het is wel... maar dat komt ook door dat verscherpte protocol, denk ik, hè. Ik weet ook niet, is Bas van Dost nou gereanimeerd? Is er gewoon een stabiele zeiling ingelegd? Ja, maar dat doen ze dus meteen. Er zetten ze wat zo'n tent neer. Begon toch een beetje ziet bij er wel heftig uit. Sterk van Wilke van Schaik die er meteen stond. Ja. Ja. Niet zoals die van RKC vier uur later, hoop speculaties. En op een gegeven moment, toen was een appje, Bas in de groep zei, hij is dood. Toen dacht ik, wat krijgen we nou weer bij fase? Dus dan is er helemaal paniek. Ja, bij die spelers, ja. Ik vond het echt een sterk optreden van Verschuik die mee binnen een uur. Prima. Ondanks dat hij vol in zijn emoties zat. In ieder geval de pers te horen stond van nou, hij is dit is een bewustzijn, niks aan de hand. Rode JC. Was het maar Rode JC? En je eentje dat je voor met de Ajax gespeeld hebt. Mm-hmm. En je eentje de kaker. Stop. Nou, ja, klopt hè. Bij RGC die moet het doorgespeeld worden. Maar het gebeurt voor het veel dingen. Op de tribune, oh, dat was een epileptische aanval. Ja, achteraf bleek de epileptische aanval te zijn. Die bij, maar die PSV-supporter. Ja, die is wel gereanimeerd. Of in ieder geval... Ja, als ze het niet weten, dan... Ja, ik moet heel onerbiedig zeggen. Wij hebben altijd dat ding bij ons op Oost. Dat wij gaan zwaaien naar de tribune. En dan roepen wij zijn Eindhoven, wij zijn Eindhoven. Wij zien op een gegeven moment heel een vak zwaaien, zeg maar. Dus wij dachten, wij zijn Eindhoven, wij zijn Eindhoven. Oh, zo. En op een gegeven moment zie ik... Ja, dat was ik. Waar ik heb, ik begon met... Dit is echt geen grap. Ik zie daar een hoop stewards naar boven. En ik denk, er is... Een knokpartij, er zijn daar AFC die in ons het vak staan of zo, en dat is ruzie om. En op een gegeven moment zie ik er ook EBO-mensen heen rennen. Ik denk, oh, dat is echt prima geknokt. En ik zie daar een witte vlek ontstaan, zeg maar, want ik zie cement of beton. En toen begon iedereen te zwaaien. Ik was daar natuurlijk aan de hand. En toen keek je naar het goed. En toen zag ik een Stewie of een EBO'er aan het reanimeren. En toen pas had ik door, ze zijn niet aan het zwaaien voordat we bij zijn einde voor gaan doen, maar ze zijn zwaaien om contact te krijgen. En mee zie ik inderdaad dan makkelijk het spel stillegt, wat ik overigens dan wel heel goed vind. Ja. En, ja, want die doktoren kwamen er ook allemaal bij, bij de clubs. Dus, ja, en ik las vandaag nog, want ik zit dan op die Ajax-site, dat er ook een Ajax-supporter, die stond in het uitvak, is brandweerman, en die is toen over die glazen wand gesprongen en die was ook als een van de eerste. Die zag het gebeuren en die is gewoon over die glazen wand heen. Vanuit het uitvak? Vanuit het uitvak, dus overheen gegaan. En die is toen gaan helpen. Oké. Okay. Maar is het vat meteen reanimeren dan? Ook als je een ademhaling hebt? Ja, dat is toch in principe niet als je een ademhaling... Ik vind het bijzonder dat er overal meteen gereanimeerd wordt. Ja. Kijk, bij fase, dan kon je nog het argument maken... zijn tong zit in zijn keel, dus ik kan geen... Ja, maar dan is volgens mij protocol dat je tong uit zijn keel moet halen... en dan hoef je niet te reanimeren. Nee. Maar blijkbaar is het snoerig voor het protocol meteen reanimeren. Ja. Want ademhaling is in principe niet. Nee, ademhaling is niet reanimeren. Is stabiele zeiliging en blijven controleren. Maar misschien is daarom dat wij hier verplicht de VNP moeten doen. Nee, ik heb geen idee. Maar ik zou zeggen, is algemene kennis. Maar blijkbaar niet. Ja. Maar waar het punt over gaat van... zoals je opschrijft, dat Peter wedstrijd gestaakt in verband met ongeval op het veld. Dan hebben we het weer even over Bas Dost. Is dat nou toeval? Gebeurt het nou vaker? Waar is er aan de hand? Intensiteit die omhoog gaat? Dat daar het hart niet meer af kan? Ik weet het niet. Ik denk gewoon, voor nu laat ik het nog even op toeval, denk ik. Ja, maar we gaan nu een Peter de Vriesje doen, hè? Nee, maar ik denk toeval. Ik denk ook toeval. En anders zou het inderdaad de intensiteit kunnen zijn. Dat er meer wordt gevraagd tegenwoordig. Ja, bij NEC zou het niet moeten kunnen, zou je zeggen. Goed, dat weet ik niet. Maar ik weet niet meer of we het voor extra trainingen doen. Nee, ja. Maar is het toeval? Zeg het maar. Ik denk het wel. Ik denk het ook. Als het nou volgende week weer gebeurt, dan... Maar geen toeval is trouwens, is Messi voor de achtste keer. Nee, heel geen toeval. Houd toch op met die vent, man. Die kan ik ook helemaal niet meer lukken. Maar dat wist je toch van tevoren. Ik heb gisteren een klein stukje naar die... Ik heb eens gekeken. Ballon d'Or. Ja, het kwam voorbij. Naar bed gegaan. Ik vond trouwens dat die DJ Drogba... Die deed het goed, hè? Credits voor hem toen die de hele nare Argentijnse keeper het podium kwam. En iedereen floot hem uit. En dat Drogba toch zei respect voor de sportman... Martinez, hij is niet voor niks de beste keeper geworden, dus laat hem alsjeblieft zijn zegje doen. Vond ik scherp, vond ik goed. Ik vond dat die Martinez zelf een lol van de vent vind. Maar dat maakt er even niet uit. Ik vind hem geen goede keeper trouwens. Nee, ik ook niet. Inhoudelijk dan. Nee. Maar. Ja, nee. Hij is ook, prima, wereldkampioen geworden. Weet niet. Hij is LVB'er, denk ik ook. Maar er zijn wel meer Argentijnen. Ja, dat ben ik misschien trouwens ook wel zelf. Ja, weten we niet. Nooit onderzocht. En ik heb nog iets te melden, jongen. Wie, ik? Ja. Ja. Zeg het eens. Wat wil jij nog melden? Wat moet er nog gezegd worden?
Wil je nog iemand bedanken? Jullie mama of zo? Kan. Oh, moet stil zijn, Peter. Vertel, Steve. Brand los. En ik is... ik is ook fan daarover en een beetje... fan, denk ik, dat ik... ik is... Acuur, ook niet dat ik in die manier blij kijk. Nee, Cocu die kijkt niet zo blij. Dus, dit is ook dat ik helemaal stop heb, dat ik er gewoon zit te komen. Ik denk dat hij vandaag verliest van Groene Ster. Denk ik. Hm? Ik denk dat Cocu vandaag verliest van die Groene Ster. Ja. Ja. Had je bij die Graafschap Emmen? Ik had die Graafschap in. Heel hoog. Top. Ja, dat is de KNVB-beker. Ja, nee, ik denk ook dat Cocu niet op zijn plek zit daar. Misschien even goed om te weten, Steve heeft een voorliefde voor oud-PSV'ers. Ja, weet ik ook. Ik zeg, ik heb bijvoorbeeld PSV. Hij krijgt wel een goede charme als hij niet gevoelt. Ajax is ook heel goed meer punten halen. Ja. Ja. Ze moeten wel meer punten halen, daar ben ik mee eens. Ja. En die hebben Feyenoord ook. Ja. En de andere club, RGC of... iedereen die heel goed... en ja. Nou, ik zeg dat voor Feyenoord dit ook een heel goed best. Ja. En dat je oblique spelen voor je weer PV. Je moet tegen Heracles volgende week uit 4:30. 4:30. Bus komt hier, kwart voor uur opstappen. Voor PV ook, hè? Ja, wordt een leuke wedstrijd. Lekker op kunstgras. Ik kom over week dinsdag. En dan daarna voor een dinsdag, thuis tegen Lans. 7:15. Oh ja, klopt, ja, als Nederland spelen we 7:15. En dan gelijk, nou ja. En nu geen beker, want nu is de bekerronde. Voor de beker, schaal. Ja, beker, ik denk niet dat wij dus, ik denk niet, weet ik niet. Ik hoop het wel, maar ik denk het niet. Helemaal goed. Komt helemaal goed, hè. Wil je iemand de groetjes doen, jongen? Hm? Wil je nog iemand de groetjes doen? Ik wil groeten doen voor... Het is een groetje van Mariel en het is ook voor Tidi. Truske, ja. En ook de andere collega's. Ja. Die zeggen dat wij goed best doen en die geven we winnen erbij. Ja, ik kom heel veel. Een mooie titel trouwens van deze aflevering. De groet aan Mariel. De groet aan Mariel. De groet aan Mariel. Dan gaan wij de groeten doen aan jullie luisteraars. Dan wil ik jullie bedanken voor weer het luisteren naar deze extra lange cryptogrammen aflevering van de Benny. Koekoek! En dan hopen wij jullie heel vlug weer te kunnen verwelkomen bij een nieuwe aflevering. Vergeet vooral niet te liken, subscriben. Heel de rattenplan. Heel de rattenplan. Belletje, rinkelen, sterretje bij Spotify. En geen idee hoe je allemaal kan. Doe er vooral iets leuks mee. En dan zien we jullie de volgende keer. Dit is een beetje leuk voor Harmonyhof. Dus ik maak een plan van. Ja, maak ook een plan voor Harmonyhof. Voor in een boekje. Ja. Voor nieuwsbrief. Nieuwsbrief ook nog, ja. En eigenlijk ook dat jullie altijd bij zijn. Ja. Ja. En jij zit aan een casie. Andere locatie. Je ziet heel goed weer persen. Je kunt de aftiteling daar nog een keer doen. Ja. Hij is voor het meester, hè, Steve? Hij is voor het meester. Ja, meester Erik. Ik hoor dat jij de meester. Ja. Ongelooflijk, hè? En bij Alex is het wel heel goed een persoon, hè? Ja. Ja, want dat hoor je. Als je het verliest, helemaal niet stoppen mee. Ja, dan gaan we er helemaal mee stoppen. Doe we gaan er nou ook mee stoppen, denk ik. Ja, ja, dus vergeet vooral niet alle dingen te doen die ik net opgenoemd heb. En dan zien we jullie bij een volgende Benny. Koekoek! Goed zo, jongen. Meeluisteren met de podcast? Ga dan naar www.youtube.com/Benny Koekoek Podcast of op Spotify Benny Spatie Koekoek. En luister mee.